kruipen. En nou even het zwaantje. Nee, dat is totaal geen nut. Dat is toch overbodig. Zo raak je in de put. Bekeert u! Is dat nou voor nodig? Dan maakt het al geen nut. Dat is toch overbodig? Zo raak je in de put. En nou even het zwaantje. Dat is totaal geen nut. Dat is toch overbodig? Zo raak je in de put. De duivel zal hem eigenlijk in de grond stampen. Thank you.
is nog niet begonnen. Het is nog, wat is pas er nog niet. Heren, het is nog niet begonnen. Heren. Helden, de verdoemenis, grote goden, stank voor het dank met je Belgische uitlaatgasten, oplichter, viespeuk. Oh, je Belgische bal gehakt. Ja, oplichter, dat zal ik je wel betaald zetten. Dat komt je wel pas van pas. Haha, mijn gebed is verhoord. En nu op naar de studio's. En dan zal ik dus laten zien wat een show is. Want een show zonder fretagé is als een kerstboom zonder ballen. Rijder! Zeg, wat ruikt u lekker naar vis? Waar heeft u gegeten? Kop dicht! Oh. Ik was aan het liften. En dat is voor een man in mijn positie het ergste wat hem kon overkomen. Maar ja... Ze hebben mijn fraude ontdekt. Uw fraude? Hè? Wat bedoel u? Leuk dat u gekomen bent. Ja, ik was aan het liften, ziet u. En u is de man die mij meegenomen hebt, als ik het wel heb, als ik me niet vergis. Ja, uw fraude, zei u? Ja, ik was directeur van de patatfrietensfabriek, Fred Hagé patatfrietensfabriek in België. En door een soort omkoperij heb ik er een groot concern van gemaakt. En nou hebben die maffe Belgen op de keien gezet. Trouwens, koning Boudewijn was van mening dat ik te hard praatte. Oh, ja, waar moet u eigenlijk heen? Naar de studio's. Trouwens, dat met die directeur zijn als fretaché, dat hing me al elle de strot uit. Ja, maar waar moet u heen, zegt u? Op naar de studio's, balgehaakt. Vooruit, en daar gaan we. Kijk uit, flerk, balgehaakt. Open het net. Pot, verdrieën, gevaarlijke gek. Ik zal maar doen wat ik zeg. Als u nog eens een rolletje voor me heeft. Ha! Dat is enkel voor mensen weggelegd. Van mijn kaliber. Bal gehakt. Open je! Namelijk mij aangevraagd om ter gelegenheid van hier, Kerstmis dus, enkele woorden van vreugde en dankbaarheid te spenderen
aan het adres van... Het woord zegt het al. Hangen. Maar goed. Ja. Heeft u dat? Ja. En waar heb dat nou voor nodig? Maar daarover later meer. Zoals ik al zei, heeft mij de directie... Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Hartelijk welkom in mijn show. Het belooft weer een geweldige avond te worden. De weerbaar! Welke verdomenis, duivel hier! Hé, hey, oplichter, nepaché, idioot, dom erop hier! Mooie oplichter! Ha! En hier, godslasteraar, ingenuit schutblad! Zien jullie dan niet dat ik met mijn comeback bezig ben, augurken? Je weet niet wat je hoort. Zeg, nou moet ik eens even goed luisteren! Luisteren? Naar jou luisteren? Ja, waarom zal ik luisteren? Ben gehakt dat je er bent. Hier, waar jij luistert. En of hier nog maar binnen te komen. Wat dan? Elke verdomme is. Wat is het hier voor een bedoeling van lichtbereid? Aha! Ik geloof dat we daar de beroemde meneer Haché hebben. Als ik me niet bedrieg. Welkom in onze show, meneer Haché. En was er al Haché? In de prehistorische mensen, hè? Dan erop, praatjes maken! Woordkramer! Ha! Zeker weer hier een van die briljante ideeën van die Barendse vet! Dat u in zo'n grote getale bent komen opdagen voor mijn show. Waar moet dat heen? Hoe zou dat gaan? Waar moet die van? Zeg! Valga! Oplichter! Mooi stuk vetpudding! We gaan er weer geen Barendse vetshow van maken! Daar is dat publiek hier helemaal niet van gediend! Van die ongekende smerenlijst! Die reinste vuilakkerij! Heb je dat dan nog niet begrepen? De kranten stonden er vol van. Tot zelfs in België sprak me daar schande van. Thans ga ik het weer overnemen. Zo waar ik Haché heet. Ha! Fred Haché van de voormalige patatfrietenfabrieken. Wat me overigens behoorlijk uit de strot uithoudt. Snap je hoe? Kan die? Ja? Ja, zal ik dan maar. Ja? Wat heeft dat te betekenen? Wat moeten de mensen wel denken? Ons? Ik had gedacht. Dames en heren,
naar deze smakeloze vertoning, waarvoor ik u namens de VPRO mijn excuses aanbied, gaan wij dan thans... Bart Schiedel! Nou, laten we dan maar een fijn stukje gaan eten, Barend. Net als vroeger. Fijne boerenkoolstampot met een flink stuk worst. Heerlijk. En een kuiltje juice. Vindt hij lekker. Jeminee, Charlotte, dat was lekker. En dit is ook lekker. Geloven, dat is uit een vliegtuig springen. En dan is Jezus je parachute. Wat zeg je, lieverd? Ja hoor, Charlotte. Ik moet nu nodig naar mijn kerstdienst. Preken over kerstmis, weet je wat? Jongens, hè? Ik voel me ook altijd gesteld. Dit was altijd heel ver. En hier in dit hotel weet ik wel een enorme gekke bedacht. Hé, onheilsprofeet! Kan je niet uitkijken? Uilskuiken! Kalkoen! De eerste zullen de laatste zijn. En de Heer zal uw ingang en uitgang bewaren. Tot in één. Pollons, ik word een peuneveu als het ware. Het woord zegt het al. Daarom, gemeente, kunnen wij toch kerst vieren. Maar dan echt kerst, zoals ik daarnet al zei. Alleen op deze manier kunnen wij iets meemaken van het grote wonder der genade dat ons wordt aangeboden. Strek uw handen er naar uit. Neem het. Ontvang het met een blij hart, want slechts dan kunnen wij ten volle leven en kracht putten uit het kerstgebeuren. In deze jachtige wereld, vol haat en nijd, oorlogen en verschrikking, kunnen wij slechts daarin, in de verlossing, vrede vinden. Dat is genade. Genade voor ons. Arme tierige schepselen die wij zijn, kunnen op deze wijze behouden worden en de grote vrede vinden die wij moeten uitdragen over gans de wereld en een ieder deelachtig maken aan de enige ware vrede van onze Schepper met zijn heilsboodschap. Kerst anno 1973. Kan het nog? Een volmondig ja is daarop het antwoord. Volmondig, maar dan niet met kalkoenen, rolladen, kerstkransen, krentenbrood,
En de versierde kerstboom met zijn lichtjes, de overvloedig rijk beladen dis. Maar het volmondige ja van de innerlijke vrede, die alle verstand te boven gaat, het uitzicht op het eeuwige leven. Amen. Wij zingen thans, gemeente, en u vindt het in de liturgie. U kunt het natuurlijk ook in de bundel opzoeken. Stille nacht, heilige nacht. Het lied waarin komt wordt gedaan van de vervulling der grote belofte. Rotherrie. Is dat soms hier bij die stamppot inbegrepen? Jazeker, meneer. Komt voor elkaar. Geef dan maar wat te drinken. En vlug wat, want ik word alcoholist hier van al dat gezang aan mijn kop. Ha, gezellig. Weet met die goede oude Fred Haché. Alsjeblieft, sir. Ik ben ineens helemaal schuil geworden. Psst. Wil de gemeente mij nu volgen? Dit zijn de tafels. Dit is dus de pianist. Zeg maar, zit ik hier op mijn gemak mijn stamppot te eten en dan. Zo'n baard, zeg je nou toch ook eens wat? Dan tropes noelie, hier zit de fietenboes. De kanon mag nou, zei het en eet u aper. Kwiet de test, timio regas, et epistulus dantes. Intramuras peccator. Het extra in de irei. Iovivat, nir nostrorum sanitas. Hoc gaudio. Proost. Hoppala gehakt! Uw ballen, meneer. Wat? Ach, pardon, oma. Heeft u voor mij mijn lievelingsgerecht? U weet wel,
Met allemaal hele fijne, fijne dingen, ja? Zoals... Cirkel met vette schee. Soep vooraf, ja dat is mijn menu. Kantjes met bruine bonen. Flink veel ei, niet van dat gewone. Blokken kaas met mayonaise. Warme friet en ook zo saise. Spersiebonen uit het vet. Pap van brood, zo is maar net. Arme kip, zo van het spit. Flink veel aardappelen, waar een korstje aan zit. Een lekker brakje, met een kuiltje jus. Hartig spek, dat is wat ik lust. Gebakken meel. Versier met een sprotje, zure bomen uit een potje. Ossetong in hete brei, gegarneerd met dampende brei. Zwanenhals gevuld met druiven, paardenhoef om af te kluiven. Met z'n zaap en als toetje garnalenbap. Slappe thee en vruchten ijsjes, lendenlappen met vele radijsjes. Gebraden haan in druipend vet, koffie toe en dan naar bed. De ober. Fantastisch! Het sport met warm kroketten en een doekje om de mond te betten. Oude kaas in vele talen, oude vis. Ik kan veel verhalen. Rode wijnen, pruimen dampen. Zeer veel drank en ook van zanden. Tongenbeer en stapels brood. Harde borst vol kokosnoot. Ik word niet goed. Begeerde, helpe dominees. Het einde der tijden is nakende. Ik zal hem eens flink toeten. Zeg. Zeg, mag ik nou ook weer eens sturen? Zeg, Lummel, wie deelt hier de lakens uit, potverdrie? Nou ja, u dus. Juist, potverdrie. Ik kan geen reet voor ogen zien, zeg. Ik zie geen reet. Kijk jij de ogen, Lummel? Hel en verdoemenis. Kijk jij de ogen, Lummel? Pas op. Stop! Het einde der tijden is nabij! Harder! Stop! Help! Het einde der tijden is nabij! Stop! Help! Harder! Stop! Help! Een mooie boel, heren. Ik had wel dood kunnen wezen, vindt u niet? Hou je wafel, ouwe stokkelaars, zeg, heks! Nou, moet dat nou zo? En dat nog wel op het kerstfeest? Prettig kerstfeest, mevrouw. Zeg, Lummel, laat die mevrouw met rust en ga aan je werk. Ik stap maar weer er eens op naar mijn eenzame hutje in het bos. Verre weg van hier. Waar de soep pruttelt in de ketel. Waar de geesten ronddolen. En een stallantaren
haar flakkerend licht werpt op de berkenstammen. Maar... En een uil krast. Zeg, mens, laat erop met je flauwekul. Wat wil u nou eigenlijk met dat domme gesprokkel? Luister, o vreemdeling. Als de vliegenzwam haar draden vlecht in de vochtige grond, waar de boleten verderf zaaide en de eeuwige duisternis dooft onder luid gekrijs van diverse duivelen. Zeg, houd je met je bruine tanden, hou je kies op elkaar. Wil jij me soms vertellen hoe en wat? Bekeert u van de zondigheid des vlezers en de geneugde van het leven, want Gods straf zal vreselijk zijn. Gunst, zeg. Dat is me ook wat. Donder en bliksem zullen onheil zaaien. De elementen zullen ontbonden worden. Wat ik je brom. Dat kan allemaal wel waar wezen. Maar toch zult u verdiende loon krijgen. Zie! Dat verdriet. Ik was er bijna geweest. Ik geloof niet in die kletspraat van u. Wat heeft het allemaal te betekenen? Nou goed, ik dacht misschien wel leuk, een boom met de kerst. En we hebben er niet eens ballen. Lummel, nietsnut, kraaloog. Hoe komen we nou op tijd in de oude rij? Ziet u wel, gestolen goed gedijkt niet. Dat komt, ik ben vroeger hervormd geweest, ziet u. Het is de kleine weer eens in de bol geslagen. Wat heeft u voor soep? We zullen met het oude kring moeten overnachten, want we kunnen hier moeilijk blijven staan. Schiet op, Lummel! Ik heb spinnenkoppensoep. En daarbij wellicht een vleermuizenpasteitje. Een koekje van eigen deeg. Bij een kop warme zwavelthee. Soms zit ik wel eens te denken, ach, hoe moet het nou met mij? Niemand wil mij aandacht schenken, hij is gelukkig, denken zij. Maar hoe kunnen zij ook weten dat ik nimmer zal vergeten die vrouw die alles was voor mij? Wat is het leven zonder liefde? Wat is de zin van mijn bestaan? Waarom verloor ik mijn geliefde? Waarom ging zij hier vandaan? O vogel, geef mij de kracht van je vleugels. Laat me hier niet achterblijven, laat mijn hart toch zijn waar het wordt gehoord. Soms kan ik maar niet begrijpen wat of er eigenlijk is gebeurd. Ik zit wat voor me heen te kijken, mijn hele leven is verscheurd. En hoe moet het nou met mij? Leef je leven, zeggen zij, alsof er nooit wat is gebeurd. Wat is het leven zonder liefde? Wat is de zin van mijn bestaan? Waarom verloor ik mijn geliefde? Waarom ging zij hier vandaan? O vogel, geef mij de kracht van je vleugels. Ho, 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 stormen, drijf mij voort. Laat me hier niet achterblijven, laat mijn hart toch zijn waar het wordt gehoord.
laat mijn hart toch zijn. Waar het wordt gehoord. Zeg, mislukte Caruso. Zeg, mislukte Caruso. Zeg, mislukte Caruso. Bal gehakt. Wat doe je eigenlijk hier met je drollenvanger? Een beetje maf gaan staan te zingen, terwijl elk ogenblik mijn show kan losbarsten. En met dat sentimentele gejammer wil je zeker nog op de hitparaden ook. O vogel, geef mij de kracht van jouw vleugels. O stormen, drijf mij voort. Laat me ook niet achterblijven, laat mijn hart toch zijn waar het wordt gehoord. Wat is dat nou voor een lied? Je rijmste wartaal, wat een onzin. Wat een bedonderde sound, wie koopt dat nou? Ha! Nee, oet lul, zoals jij het zingt, vallen de mussen van het dak. Als je begrijpt wat ik bedoel, maar dat zal wel niet. Augurk. Zeg, Fred, jij had helemaal niet betaald in het restaurant. Ja, en ik kon het niet betalen, want ik heb geen geld meer, zoals je zo begrijpt. Ja. Daar ben ik er beroemd voor geworden. En toen moest ik de hele tijd staan afwassen. En toen heb ik honderden borden gebroken, die ik eerst al per ongeluk in de soep had afgewassen, dat ik een peu de feu was geworden. Pollens, wat was ik een peu de feu geworden. Nog trouwens, maar ja, de soep is de kool niet waard. Dus wat heb ik toen gedaan, Barend? Juist, voor straf heeft de kok toen een pannenkoek op mijn hoofd gelegd. Ja, die was... Barend, hou alsjeblieft op met dat geleuter. Gebeurd is gebeurd. En wat heeft dat hier te betekenen? Moet dit zoontje soms een decor uitbeelden? We zijn hier in een complete kerststal beland. En wie heeft al dat hooi besteld voor de duivel? Kijk, hier gaat het dus gebeuren, zo duidelijk. Wel leuk, hè? Ja, heel fijn. En zo prachtig verzorgd ook. Prachtig gewoon. Ja. Het kerstgebeuren wordt hier dus min of meer uitgebeeld. Verbeeld is eigenlijk het woord. Maar om kort te gaan op een wijze zoals de schrift ons dat te denken geeft. Zoals het duidelijk staat in Lucas 2. Daarin staat... Blieft u een kopje koffie wellicht. Oh, ja, ja. Zeg, wie heeft hier al dat hooi besteld? Ja, dat is helemaal geen hooi, Fred. Dat is doodgewone stroven hiernaast. Nou, daarbij. De groetjes aan u. En bekijk het nog maar eens. Ik heb nog zeer veel te doen, zullen. Nou, wat is dit hier voor een mooie zwijnenstal? Is hier wel geluid? En wanneer begint eigenlijk je uitzending? Ja, weet ik het. Ik vind het wel leuk, dus. Ha, nou. Dus hier moet ik nou mijn comeback maken. Nou ja, goed. Laten we dan maar van maken wat er van te maken valt. Goede wijn. Dat ben ik dus. Behoeft geen krans. Laten we maar beginnen. Weg met die, met dat hooi. Enfin, laat eigenlijk maar liggen ook. Bestel maar iemand om het weg te halen. Barend, we gaan beginnen. Wat staat er op het programma, Barend? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Blote dans, denk ik. Blote dans, goed. Ja, laat die meiden maar komen. Oh. Het is er maar één. Nou ja, dat kan je met één. Thank you.
toch nog gezellig. Kan toch nog leuk worden. Heb ik wel eens gelezen. Tja. En zeur toch niet met je kerstfeest. Dan heb je eindelijk een boom en dan is het zeker weer niet goed. Ja, maar er hangt helemaal niks in. Ja. Wat is dat nou, zo'n kale spar? Er mag toch zeker wel versiering in? Nou ja, deze omvergetrapte handel zal ik dan maar als zogenaamd ballengruis. De een of andere gek geworden idioot in de maag splitsen. Goedemiddag, mevrouw. Meneer. Hebt u ballen, ja of nee? Wist u overigens, mevrouwtje, hoe het komt dat de kerstman geen kinderen kan krijgen? Nee! Omdat zijn ballen in de kerstboom hangen. En weet u waarom ik kan zien dat Sint-Nicolaas zo'n oude man is? Omdat hij schimmelt. Wat is dat niet voor een bedoeling? We zijn hier niet gekomen om naar uw smerige praat te luisteren. Heb u ballen? Ja of nee? Zeg, meneer daar. Zeg, meneer. Die ballen die u mij vorig jaar verkocht, die doen het helemaal niet meer. Moet u zien hoe ze erbij hangen. Is toch geen gezicht? Wat vindt u, mevrouwtje? Vindt u het geen grof schandaal? De helft van geschreven, ze zijn pas een jaar oud. Wat zal ik zeggen? Ik moet toegeven dat ik zelden zulke scheve ballen heb gezien. Zijn dat uw ballen? Wel nee, zeg. Ik ken meneer hier niet. Laat staan zijn ballen. Oh nee, oh nee, oh nee.
Oh nee, zijn dat niet uw ballen? Wel nee, zeg! Wij verkopen hier geen losse ballen. Alleen per zak. Begrijpt u wel? Zeg, lieverd, wat een mooie scheve ballen heeft die meneer daar hangen. Prachtig gewoon. Precies wat ik hebben wil. Ja, en dat zijn meneer zijn ballen. Wij kopen nieuwe. En vlug wat. Heeft u ballen? Ja dan nee. En flink wat engelaar. Als jij nieuwe ballen wilt, dan zal je ze krijgen. Of moet ik hier de hele tent afbreken? Begrijpt u wel? Oh, juist, ja. Wel nu! Als de zaken er zo voor staan, moet ik uw vrouw helaas teleurstellen. Ik heb geen ballen meer. Dat is dan vrij. Maar misschien is mevrouw geïnteresseerd in een zak ballengruis. Maar beste man, hoe stelt u zich dan voor hoe of ik daarmee onze kerstboom optuig? Wilde ik maar zeggen. Nou, gewoon hè? Zo? Zo doen we dat! Dat waren we. Wezenlijk gewoon! Ja. Oh. Als u per se de kerstdagen met ballen wil vieren, als u van mening bent dat dat zonder ballen niet lukt, dan kunt u wellicht meneer zijn ballen hier overnemen. Ik ben niet ongenegen daarin te bemiddelen. In mijn huis geen ballen van een vreemde vent! Kom halen, we gaan! Zonder ballen zal het dan ook best lukken. We zijn tenslotte de Pasen ook doorgekomen zonder eieren, heel huis. Prima deluxe! Dus u bent niet bereid om mijn ballen terug te nemen? Fons, hoe moet ik dat mevrouw uitleggen? Ze rekent erop dat ik met nieuwe ballen thuis kom. Meneer, gelooft u me, ik heb uw ballen nog nooit gezien. Volgens mij heeft u zich hier of daar inferieure Zwitserse ballen laten aansmeren. U hebt zich lelijk bij de neus laten nemen. Om u ter wille te zijn, ben ik er wel bereid het hele zaakje gratis over te nemen. Ja, maar meneer, wat is het nou? Hoe moet het nou? Hoe kom ik nou zo de kerstdagen door? 2 jaar geleden. Is mijn hele huis afgebrand door een lekkende kaas, als het ware. Vorig jaar is mijn vrouw jammerlijk geschept door een sneeuwruimer. Ja, ik heb dus weer een nieuwe en u begrijpt dat ik met prima ballen voor de dag wil komen. Meneer, u moest dus weten hoe ik me voel. Mijn ballen liggen totaal in puin. Nou, schiet het ook nog in mijn rug. Ik geloof dat ik maar eens een stevige kerkdienst ga bijwonen. Daar zal ik van opknappen. Wat zegt u? Is het al zo laat? Ja, het is alweer zo laat. Wacht, ik doe mee. Ik ga met u mee. Fijn! Ja, maar wel snel gaan. Oei! Foei, wat een weertje. Fijn, eindelijk weer eens een witte kerst. Dat hebben we in jaren niet gehad. Ik schiet even een jas aan. Ja, want de kou is zo gevat, hoor. Nou, zo. Fijn. Is het waar dat het koor vanavond zingt? Ik sprak namelijk nog gisteren ouderling de Vries en die had het daarover naar het meen. Ja, er was een kleine kans dat de sopraan Nel van Dorgen het volle nacht zou zingen. Prachtige mensen. Is het niet zo dat wij Christus, zo die al bestaan heeft, verantwoordelijk kunnen stellen voor alle ellende die christenen hebben veroorzaakt. Al dient wel worden opgemerkt dat hij na een aantal leerstaan die al zeer loggelijk kunnen worden. Toch moet de Bijbel in Christen in de praktijk worden gebracht dat hij mensen die niet in hem geloofden, de verschrikkingen van de hel in het vooruitzicht hadden. Wat aanleiding is geweest, is weten waar de koning op terug is. Eerst even niet over God in het algemeen.
Wij kunnen niet bewijzen dat de God van de christenen, of welke andere God dan ook, niet bestaat. Zoals wij ook niet kunnen aantonen dat ons lot in handen is van bijvoorbeeld een blik spersiebonen ergens in het heelal. Is op de brandstapel. Heksenprocessen, antisemitisme, inquisitie, godsdienstoorlogen tussen protestanten en katholieken. Belachelijke show ensemble heeft ons de koning gaan beschadigd. Maar dat is misschien wel zo mooi voor ons kerstspel. Kent iedereen zijn rol? Ja, 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 dat vind je. Dan beginnen we op pagina 1. Ja. Leuk hè, zo'n kerstspel. Fijn hè, dat ik ervoor gezorgd heb dat jij ook mee mag doen. Je hebt je rol toch wel goed geleerd ook? Koppen dicht! Stilte op de zet! Een klein beetje eerbied alsjeblieft. We gaan een kerstspel opvoeren. Wilt u zich wel even realiseren wat dat betekent? Juist, dan gaan we verder op pagina 2. Ja. Ik zie een ster blinken. Erop af! Wat krijgen we nou? U zit al op pagina 4. We beginnen bij het begin. De geboorte. Ja. Waar is het kindeke? Ja, dat ben ik niet. Want daar draait tenslotte alles om. Mm-hmm. Hier ben ik, meneer. Zal ik me vast gaan liggen? Zeg, u wilt toch niet beweren dat u het kindje gaat uitbeelden? Ja, dat ben ik. Ja, maar u bent totaal ongeschikt voor die rol. Wie heeft u eigenlijk besteld? Moet je dat nou toch eens zien? Dat moet nou zorgen voor een aangrijpend commercieel succes. Dat kan echt niet door, meneer. Dat gaat niet door. Daar krijgen we gedonder mee. Wacht. In plaats van u... Doen we gewoon veel hooi in de kribben, dan zie je helemaal niet dat er niets in ligt. Dat neem ik niet, meneer. Dat neem ik niet. Ik ben speciaal gekozen voor de hoofdrol. Trouwens, mijn hele familie zit vanavond te kijken. Hou op met dat gezeur. Ik deel hier de lakens uit. En u moet toch zelf ook inzien dat u onmogelijk voor een pasgeboren baby kunt doorgaan. En bovendien... Maar voor mij kan niet best. Maar voor ons maakt het niks uit. Onze tekst blijft precies hetzelfde. Als we ons geld maar krijgen. Bovendien bent u sowieso ongeschikt. U bent dik in de 60.
En u weet net zo goed als wij allemaal dat Jezus niet ouder dan 33 jaar is geworden. Ja, dat is bekend. Er is me nooit iets van verteld. Hé, wat jammer nou. U kan wel helpen. Ja, als hij niet meer mee mag doen, doe ik ook niet meer mee. En dan moet je maar zien hoe je het zonder ons klaarspelt. Doe jij nou maar gewoon wat er van je verlangd wordt als wij ons geld maar krijgen. Zeg meneer, dan krijg ik een idee. Kan mijn zoontje Otto die rol niet overnemen? En dan speelt meneer hier gewoon een vierde wijze uit het oosten. Er kwamen slechts drie wijzen. Uit het oosten. En bovendien kom ik uit de west. Ja, hoor eens even. Jullie denken toch niet dat jullie met z'n drieën alle wijsheid in pacht hebben, hè? Dan komt meneer hier gewoon wijs uit het westen of zoiets, hè? Zeker in dit vak. Uw zoontje is toch ook al 12? En hij is bovendien brildragend. En hij heeft nog last van hooikoorts. Wat geeft dat nou? Het gaat toch om het idee, jongens? En als de mensen maar klappen... Ja, hij heeft gelijk. Dat is zo. Precies. Juist, ja. Klare taal. Ja, dan kan ik het zelf wel weer doen. Ja, hoor eens, dan kan ik er net zo goed zelf in gaan liggen. Ik ben helemaal in de war geraakt door al dat geharrewar. Nou, dat wordt je zelf. Ik moet deskundig advies inroepen. Ik hoef je toch niet meteen voor te gaan te bellen. Dat vind ik hem ook weer in. Kom, bedacht! Ja, pardon? Ja, ziet u, ik heb hier iemand die denkt dat hij het kinderke kan doen. Wat denkt u ervan? Huh? Ja, rijd er maar! Kom maar! Ruimte genoeg! Ja! Ja, kom maar! Rijd er maar! Ja, vanaf! Ah! Ja, rijd er maar! Rijd er maar! Wat doen we nou, hè, Shepard? Ja, eet meer vis! Omdat het zo lekker is! Nieuwe grammofoonplaatje is uitgekomen. Landgenoten, het is weer kerstmis geweest. En dat nog wel op de televisie. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Wat betekent zo'n zin vandaag de dag eigenlijk nog voor ons? Kunnen wij nog kerstmis vieren in deze tijd? Deze roerige tijd, vol oorlog en vrede, armoede, maar ook rijkdom en menselijke nood. Beseffen wij eigenlijk wel wat dat betekent? Kunnen wij iets doen voor elkander? Want juist in kleine hulpvaardigheden ten opzichte van elkander is kerst. Oh, ik weet wel, het is vaak o zo moeilijk van elkaar te leren en waarderen. Wij zullen ons allerlei economische beperkingen dienen op te leggen en iets van onze welvaart prijsgeven. Ook zullen de accijnzen op diverse artikelen drastisch omlaag moeten. Ten einde de prijsspiraal gelegenheid te geven, zich te ontspannen, zich te herstellen van een percentuele niveauverschil, met alle gevolgen van dien. En waar is dat nu voor nodig? Waar moet dat heen? Vraagt de hedendaagse mens zich af. Het antwoord is maar één simpel woord, dat is namelijk vrede. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Aan mensen van goede wil, die wij allemaal kunnen zijn. U, zowel als wij. Nu ik weer. Dames en heren. Wij herinneren ons niet dat wij u iets gevraagd hadden.
Daarom, weer kerstmis dit jaar. Want de betekenis voor ons allemaal is van grote waarde. Voor ons mens zijn. En ik hoop dat wij samen, terwijl u geniet van de kerstmaaltijd en de kaartjes flonkeren in een kerstboom, ook daar langs wilt kijken. Naar de diepere betekenis van het kerstgebeuren aan zich. En dat zult herkennen, herdenken en eraan leven. Ik dank u. Deze gaatjes model, die neem ik. Want ik heb nogal last van zweetvoeten, begrijpt u? En dat loopt dan in de gaten. Ach, wilt u mijn oude schoenen in de doos doen? Daar heb ik toch niks meer aan. Hoewel. Zo. Ja. Nieuwe schoenen en een nieuw geluid. Daar zal de pers van opkijken. Daar zal ik het zeer zeker en heel eind mee schoppen. Helle verdomme is grote goden. Wat is dat nou weer? Ach, welke hond heeft hier nou poep neergelegd? Ja, ik zag het al van ver liggen, vet. Ik zag het aankomen als het ware. Bah, nou die vieze schoenen moet ik niet meer hebben, hoor. Hier, mislukte moyen. Ja, luister eens even, meneer. Die schoen kan ik toch echt zo niet terugnemen, hoor. Die zit vol met dedicatie, baba. Nee, nou ja, goed, dan neem ik helemaal geen schoenen. Beter geen schoenen dan... Laars. Duits leren laars. Met spekzolen. Goed vet en vlug wat. Haha, van die stevige doorstampers. Hé, mevrouw. Waar ken ik u van? Dat is hem. De schoonste schoen wordt ook een sloffer. Ach, meneer, doet u mij een paar snelle bordeelsluipers. Vlug, of ik schiet uit mijn slof. Ja, meneer, luister eens even. Ik ben hier de schoenwinkelier. Ja, als kind wil ik al schoenwinkelier worden waar mijn vader heel erg op tegen was. Hij heeft me altijd afgeraden dat vak te kiezen. Maar ja, ik was eigenwijs. Ik moest en zou schoenwinkelier worden. Hè. Het leek me toch zo reuze leuk. Tussen al die kokette damesbeentjes. En nou slijt ik mijn dagen tussen versleten zolen en akken. Schoenlepels, vette schoens mee, vetersteun, zolen. Leekdoorns, hamertenen, platvoeten, zwemmers, eczeem, kalknagels en vele, vele zweet. Ja hoor, eens, meneer, dat lap ik onder mijn zolen. Dat zit gewoon in de schoenendoos. Ons. Zijn we gymjes klaar, Barend? Ze zijn klaar, hoor. U kunt ze morgen afhalen. Mag ik uw bon even? In verband met de belastingen, ziet u? Gunst, heet u ook al Barend? Ja, ook toevallig. En hoe is de achternaam dan wel, als ik vragen mag? Chefet, zo is het maar net. Hoe? Pickhack, James Pickhack. Ja, mijn vader noemde me zo. Zo straks sta ik ook ingeschreven bij de burgerstand en de Kamer van Koophandel, begrijpt u wel? Verdomd interessant. Ja. Wat verdomme onder het een steent die hele ruit in de klote. Ach, pardon, Reeds. Ach, meneer Pickhack, Reeds. Mag ik even, ja? Ach, meneer daar. Pardon? Wie de schoen past, trek hem aan! Ah! Heren, 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 eergisteren heb ik hier bij meneer Pickhack, hier. Klopt dat, Rit? Jazeker, ja. Eergisteren hier een paar schoenen gehaald. En moet u nou eens zien. En ik heb er pas één inleiding mee gehouden. En nu zijn mijn nieuwe schoenen al tot op de draad versleten. Ziet u wel? Voorhit, zijn ze nou al op? Maar ja, ze zaten als gegoten, dat zult u moeten toegeven. Dat moet ik toegeven. Nou, laat ze erop, wafkont. Zou ik dan misschien even van het toilet gebruik mogen maken? Ik moet namelijk zo nodig, ziet u. Naadje van de kous weten. Ha! Hallo, meneer Schoenmaker. U heeft ons opgelikt. Oh ja, daar weet ik helemaal niets van, mevrouw. Je hebt me liefst 132,50 voor je eigen oude schoenen betaald, meneer. Er is mij niets van bekend. Oh, pardon. Nederland. O, Nederland. Wat zijn je duinen schoon. Ach, over. Heeft u mijn gouden muil reeds opgerekt? Ja, natuurlijk, mens. Ja, ja.
Of zal ik eerst naar de stomerij gaan mijn opgerekte hoed ophalen? Oh, maar ik zie dat u het erg druk heeft. Dus kan ik beter eerst gaan poseren voor mijn nieuwe serie postzegels. Want er zijn er pas 1000 van af, ziet u. Hons, als we daar maar geen gedonder mee krijgen. Pollens, wat een heisa is het hier. Al dat schreeuwen help je toch eens hier. Stapelgek wordt men van dat gedier. Pollens, wat een heisa is het hier. Op de straat krijgt men het zeer te kwaad. Toeters, winkel, winkels en verbraak. Op het strand ziet men het zonnen. Al die mensen vol met zonnebrand. En al die vreemde vogels in het bos. Kwetteren er ook maar wat op los. Pollens, wat een heisa is het hier. Al dat schreeuwen helpt je toch eens hier. Stapelgek wordt men van dat getier. Pollens, wat een heisa is het hier. Op kantoor is ook al geen gehoor. Op gewonde chefs razen maar door. En in het chique restaurant lijkt men in een gekkenhuis beland. S'avonds dat kabaal op de tv. Zondags bijeren er klokken mee. Laat. Ach, zonder heisa zijn wij niet tevreden. Ja, we doen er allemaal aan mee. Pollens, wat een heisa is het hier. Al dat schreeuwen helpt je toch eens hier. Stapelgek wordt men van dat getier. Pollens, wat een heisa is het hier. Eigenlijk heet ik gewoon Ijf Blokker. Hoe heet u? Ik wou dat ik dood was. Ik ook! Zeg over,
Doet u mij een kopje koffie? Of later? Dan zal ik het decor veranderen. In Den Haag, daar woont de graaf en zijn zoon heet Jantje. Is er een dokter in de zaal? Fijn, harmonica spelen enzovoorts. En een kuiltje, Jus. Anna! Anna!